Hallo beste kijkers, in dit filmpje kijken we naar erfelijkheidsonderzoek en naar een paar technieken die je daarbij kan gebruiken. We kijken naar genetisch advies, wat soms nodig kan zijn om te geven aan mensen. We kijken naar prenataal onderzoek, onderzoek wat je aan een heel jong of minder jong embryo kan doen. En dan hebben we het over echoscopie, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en NIPT-test. En we gaan kijken naar kariogram beoordelen en DNA-test. Genetisch advies kan belangrijk zijn als twee mensen een kind willen waarvan bekend is dat ze misschien drager zijn van een genetische afwijking, dan kan het goed zijn om daar naar te gaan kijken. We hebben gezien dat er allelen bestaan van bepaalde genen die ongewenst zijn. Bijvoorbeeld proto-oncogenen die makkelijk muteren en dan kanker veroorzaken. Maar er zijn ook gewoon sowieso allelen die bepaalde problemen veroorzaken als ze in het kind twee keer aanwezig zouden zijn. Er kan ook een standaard indicatie zijn min of meer voor dit soort onderzoek. Als je namelijk als ouder behoorlijk oud bent, relatief. Bijvoorbeeld een vrouw boven de 40 of ook wel, geldt het tegenwoordig voor oudere vaders. Dan kan het nuttig zijn om ook over erfelijkheid te praten en misschien erfelijkheidsonderzoek te laten doen. Je gaat dan berekenen hoe groot de kans op afwijking bij het kind zal zijn en eventueel ook specifiek naar afwijkingen bij dat kind gaan zoeken. Dat prenatale onderzoek, dus dat je ver voor de geboorte gaat doen, dat kan dus zijn na genetisch advies of gewoon zonder genetisch advies omdat de ouders oud zijn of wat dan ook voor een aanwijzing er aan de orde is. En dan kan je kijken naar echoscopie. Dat gebeurt heel vaak bij een zwangerschap. Echo is toch wel standaard eigenlijk. En als het nodig is, kan het ook op verschillende momenten in de zwangerschap gebeuren om het verloop van de zwangerschap te volgen. Maar je kijkt dan van buiten door middel van geluid en de weerkaatsing daarvan naar het kindje. En je kan dus alleen maar zien hoe het groeit en niet naar genotypen kijken bijvoorbeeld. Dat kan dus wel altijd tijdens de zwangerschap, hoewel je helemaal in het begin natuurlijk erg weinig ziet. Daarna, als de zwangerschap een week of 8 gevorderd is, kan je een vlokkentest doen. Dan ga je naar de ontwikkelende placenta van het kind zoeken en je gaat daar cellen van het kind uithalen. Datzelfde ga je doen bij een vruchtwaterpunctie. Je gaat dan ook zoeken naar cellen van het kind. Je ziet hier een plaatje ervan. Je gaat er met een naaldje door de vliezen heen naar het vruchtwater op zoek. Zowel de vliezen eromheen als de navelstreng, als het kind zelf, bevatten natuurlijk alleen maar cellen die van het kind zelf zijn. Dus als je die gaat onderzoeken, kan je daar ook weer een uitspraak over doen van hoe het met het kind gesteld is, genetisch gesproken. Die vruchtwaterpunctie kan pas vanaf de 16e week van de zwangerschap, om die hele holte helemaal te vullen met vocht en dergelijke. En dan moet het kind veel groter zijn dan bij een vlokkentest. Dan bestaat er ook nog de NIPT-test. Dat is een bloedtest, die is vrij modern. Daarbij wordt bloed van de moeder afgenomen en wordt er in dat bloed gezocht naar cellen van het kind. Dat is dus technisch veel ingewikkelder, want je kijkt bij heel veel moederlijke cellen, ga je op zoek naar die paar embryonale cellen die in het bloed van de moeder circuleren. Dat is dus technisch lastiger, maar het heeft een belangrijk voordeel. Als je namelijk met een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie aan de slag gaat, dan ga je met een naald in de omgeving van het kind prikken, maar je zoekt wel echt weefsel van het kind. Dus je moet eigenlijk in de placenta zijn of in het vruchtwater. En dat kan wel eens tot problemen leiden. Niet verschrikkelijk vaak, maar het gebeurt wel. Je gaat de vliezen lek prikken, je gaat misschien verkeerd prikken en daardoor is het niet risicoloos om een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie te doen. Terwijl die NIPT-test natuurlijk echt heel simpel is qua gevaar voor het kind. Dat is er niet, want je neemt bloed bij de moeder af. En die cellen van dat kind die je dan gaat zoeken, hoe ingewikkeld dat ook is, daar heeft dat kind natuurlijk verder geen last van, want die zijn gewoon uit de placenta losgeraakt en in het bloed van de moeder terechtgekomen. Als je dan zo'n prenataal onderzoek hebt gedaan, dan ga je natuurlijk, behalve misschien bij de echoscopie, waar je al een beeld hebt gevormd, maar wat misschien ook wel een aanleiding kan zijn om andere technieken te gaan toepassen, ga je een
DNA-test doen. Of je gaat gewoon een karyogram maken. Zo'n plaatje heb je al eerder gezien in het verhaal over genotypen. Je gaat dan eens kijken naar alle chromosomen in delende cellen. En al die jonge cellen van een embryo delen vaak vrij veel. Dus daar zijn best veel delende cellen in te vinden. En dan ga je de chromosomen die daarin zitten eens op een rijtje leggen en kijken of dat allemaal in orde is. In dit geval is er één ding niet in orde, want chromosoom 21 komt 3 maal voor. En het heeft een chromosoom Y en X, dat is niet zo bezwaarlijk, dat betekent dat het een jongetje wordt. Maar chromosoom 21 3 maal betekent dat hier het syndroom van Down zich zal ontwikkelen. En dat betekent natuurlijk toch wel iets voor de toekomst van dat kind waar je dat karyogram van opmerkt. Je kan dus ook een specifieke DNA-test doen op die afwijkende allelen waarvan je bang bent dat ze in dat genotype zullen voorkomen en die misschien tot ernstige ziektes zullen leiden. En dan kan je misschien beslissingen nemen over die zwangerschap wel of niet door te zetten. Nou, het was een kort verhaal, maar dit zijn de belangrijkste dingen die je moet weten over erfelijkheidsonderzoek en prenatale technieken. En tot de volgende filmpje maar.